Deze week verscheen ook het boek De Grote Tazelaar, Ridder en Rebel. Het boek beschrijft de levensloop van Peter Tazelaar, ook wel eens de vergeten soldaat van Oranje genoemd. Tazelaar, jarenlang een goede vriend van Erik Hazelhoff Roesema, wordt in het boek de oogappel van koningin Wilhelmina genoemd. Na meerdere heldhaftige optredens tijdens de oorlog werd hij voor een aantal erebaantjes voorgedragen door de koningin. En ondanks zijn rebelse gedrag bleef de koninklijke familie altijd een zwak houden voor Tazelaar en ontving hij zelfs de hoogste onderscheiding, de Militaire Willemsorde.